Hallo en welkom bij GoWest. Met deze presentatie willen we je graag wegwijs maken in het hoger onderwijs anno 2020. Hier zie je de structuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Je bent nu afgestudeerd in het secundair onderwijs of bijna afgestudeerd. Als je wil verder studeren, heb je drie mogelijkheden. Hogescholen bieden graduaatsopleidingen en professionele bacheloropleidingen aan. Universiteiten bieden academische bacheloropleidingen aan, waar steeds een masteropleiding op volgt. Als je kijkt naar de graduaatsopleidingen en professionele bacheloropleidingen, dan zie je dat het aantal te behalen studiepunten verschilt. Dat betekent dat de duur van die opleidingen anders is. Graduaatsopleidingen nemen 1,5 jaar of 2 jaar in beslag. Bacheloropleidingen nemen typisch 3 jaar in beslag. De opleiding verpleegkunde duurt 4 jaar. Sowieso is het mogelijk om door te stromen van één type opleiding naar een ander type. Als je een graduaatsdiploma hebt behaald, kan je via een verkort traject ook een professionele bacheloropleiding behalen. Wie een professionele bachelor heeft, kan perfect via een schakelprogramma nog een masterdiploma halen. Omgekeerd is het ook zo dat als je start met een bacheloropleiding en je merkt dat die opleiding toch wel zwaar is, dan kan je perfect na het eerste semester naar een graduaatsopleiding overstappen. Welke opleiding uit het hoger onderwijs je ook kiest, er wacht je sowieso een mooie job op de arbeidsmarkt. Dit filmpje toont je meer over het verschil tussen graduaats- en bacheloropleidingen. Verder studeren, dat is je voorbereiden op jouw professionele toekomst. Maar het betekent niet per se blokken tot je erbij neervalt. Want het kan ook anders. Jij weet al welk beroep je later wilt uitoefenen en aldoende leer je beter. Dat maakt van jou de perfecte kandidaat voor een hands-on opleiding, zoals een professionele bachelor of een graduaatsopleiding. Om jouw keuze te vergemakkelijken, zetten we beide opleidingen eens naast elkaar. Een bachelor bereidt je voor op een breed spectrum van beroepsdomeinen. Met een graduaatsopleiding ligt de focus meteen op een specifiek beroep. Een bachelor bestaat voor ongeveer 1/3 uit praktijk en oefeningen en 2/3 theorie. Een graduaat bestaat uit 1/3 werkplek leren, 1/3 praktijk en oefeningen en 1/3 theorie. Een bachelor, dat is 3 jaar studeren in kleinere groepen. Bij een graduaatsopleiding studeer je in 2 jaar af en ligt de nadruk nog meer op persoonlijke begeleiding. En je kan al in februari starten met een graduaatsopleiding. Wanneer je afstudeert, ontvang je bij beide opleidingen een internationaal erkend diploma hoger onderwijs. Kies je voor een graduaat en heb je achteraf de studiesmaak te pakken? Geen probleem. Er zijn ook aantrekkelijke verkorte trajecten om een bachelordiploma te behalen. Ontdek al onze opleidingen op www.howest.be. Studiepunten die zeggen iets over je studiebelasting. Hoeveel zal je met andere woorden werken om een bepaald leerdoel te bereiken? Als je een modeltraject volgt, daarover straks meer, dan zal je per semester ongeveer 30 studiepunten behalen. 1 studiepunt komt overeen met ongeveer 25 tot 30 uur werk. Dat werk zal je doen in contacturen en ook in niet-contacturen. De contacturen zijn de lessen die je volgt, hoorcolleges of projecten waar je aan werkt in de klas zelf. De niet-contacturen, dat zijn de projecten waar je thuis aan werkt, eventueel samen met medestudenten, en de tijd waar je werkt aan een examen. Onderaan deze slide zie je een voorbeeld van hoe die tijd verdeeld kan worden. Een opleidingsprogramma of studieprogramma is een samenhangend geheel van vakken. Als je slaagt voor het volledige programma, dan behaal je alle leerdoelen die de opleiding heeft bepaald. Zo'n opleidingsprogramma is opgebouwd uit modules of vakken. Aan elk van die vakken wordt een aantal studiepunten toegekend. Hoe meer studiepunten toegekend zijn aan een module, hoe belangrijker die is.
Hier zie je de opleidingsprogramma's, voorbeelden voor een graduaatsopleiding en een bacheloropleiding. Bij de bachelor verpleegkunde komt daar uiteraard nog een jaar bij. Wat je hier ziet zijn de modeltrajecten. Je kan inschrijven voor zo'n modeltraject en volgt dan 60 studiepunten per jaar, 30 studiepunten per semester. Maar je kan daar ook van afwijken. Als jij studeert onder specifieke omstandigheden, waarbij je bijvoorbeeld werken en studeren combineert, dan is het perfect mogelijk om minder studiepunten op te nemen. De Vlaamse overheid voerde het systeem van het leerkrediet in om jou als student mee verantwoordelijk te maken voor je studieloopbaan. Dit leerkredietsysteem geldt niet voor graduaatsopleidingen, wel voor bacheloropleidingen. Het komt erop neer dat je bij start van je opleiding een rugzak krijgt met 140 studiepunten. Als je inschrijft op een bepaald jaar, dan gaan de studiepunten waarvoor je inschrijft uit die rugzak. Bij een modeltraject zijn dat 60 studiepunten. Maar uiteraard, als jij slaagt voor al je vakken, voor al je modules, dan komen alle studiepunten daarvan opnieuw in je rugzak terecht. Wat meer is, de eerste 60 studiepunten, die krijg je zelfs dubbel in je rugzak. Waarom is dat systeem nu zo belangrijk? Wel, uiteraard is het zo dat je heel goed moet nadenken over je studiekeuze en je studie ook ernstig moet opnemen. Daarnaast is het ook wel belangrijk om te weten dat als je tijdens je studie toch merkt dat je keuze misschien niet correct is geweest, dat je daar dan niet mee blijft zitten en dat je zeker je opleiding en je trajectbegeleider contacteert. In HoWest vinden wij studentenbegeleiding sowieso heel erg belangrijk. Die begeleiding is er dan ook op verschillende niveaus. Uiteraard kan jij als student jouw medestudenten ondersteunen. Dat is peer support. Daarnaast is er ook ondersteuning op moduleniveau. Als jij vragen hebt rond de inhoud van een bepaald vak, dan kan jij dankzij het monitoraat uiteraard steeds terecht bij jouw docent. Op opleidingsniveau is er het mentoraat, waarin je heel veel studietips krijgt. En er is een trajectbegeleider bij wie jij langs kan gaan om te bepalen welke modules je best opneemt in jouw traject. Op HoWest-niveau hebben we een talentcoach. Als jij faciliteiten wenst, dan kan je die persoon aanspreken. En zijn er dus studentenvoorzieningen. En tenslotte hebben wij ook heel veel contacten met externe diensten voor als er extra ondersteuning zou nodig zijn. Wat de indeling van het academiejaar betreft, zijn er twee mogelijkheden binnen HoWest. Hier zie je de eerste mogelijkheid, het semestersysteem. In dit systeem is het zo dat je de tweede helft van september start met je studies en dat je 12 weken onderwijsactiviteiten krijgt. Daarna zal je in januari tijdens een eerste examenperiode de eerste zit doen voor jouw examens. Na dat roze blokje van examens starten er nieuwe vakken. Daar zal je dan weer 12 weken onderwijs rond krijgen, waarna er eind mei, begin juni een tweede examenperiode is waar je examen zal afleggen in eerste zittijd voor al die nieuwe vakken die starten in februari. Vanaf 16 augustus is er dan de tweede zittijd. Alle vakken waarvoor je niet slaagde in eerste of tweede jaarhelft, kan je dan hernemen. Het laatste semester van jouw opleiding, daar focussen wij echt op stage en op werkplek leren en op je bachelorproef of een eindproject. De tweede mogelijkheid qua indeling is dat er met een blokkensysteem wordt gewerkt in bepaalde opleidingen. In dat systeem zal je slechts 6 weken onderwijsactiviteiten krijgen, waarna je al een eerste examenperiode hebt. Uiteraard betekent dat jij in de periode van september tot november minder vakken hebt dan iemand die het semestersysteem volgt. Hier zie je een voorbeeld van een weekplanning. Wat is daarin allemaal belangrijk? Sowieso zal elke dag anders zijn. Sommige dagen zal je vroeg starten, andere
Andere dagen zal je tot laat 's avonds les hebben. Er is een mix van hoorcolleges waarin je meer theorie krijgt, werkcolleges en practica waar je praktijkgericht aan de slag gaat en uiteraard zal je ook op bedrijfsbezoeken gaan enzovoort. De belangrijkste constante is dat er geen constante is. Elke week kan er anders uitzien. Ook naar werkvormen toe is er veel variatie. De hoor- en werkcolleges, practica, bedrijfsbezoeken, groepsopdrachten, stages enzovoort. Of je nu een graduaatsopleiding kiest of een professionele bachelor, sowieso zijn het opleidingen voor doeners. Je zal heel veel praktijkervaring krijgen. Zo, heb je na deze presentatie nog vragen? Stel ze dan gerust aan een van onze opleidingsdirecteurs. En hopelijk zien we je binnenkort terug. Veel succes!